blauw sloten. Ja, wat waren dat voor sloten? Nou, dat waren voor een deel sloten die gegraven zijn door de boeren, maar voor een deel waren het ook natuurlijke waterlopen, dus beekjes. En sommige die zijn al in de laatste ijstijd ontstaan en andere kort daarna. Zeg, en waarom weet jij daar zoveel van? Dat is belangstelling voor de geschiedenis van de stad, maar ook de ontwikkeling van het landschap. Oh, belangstelling voor historie. Het is een hobby. Ja, zeker, ja, dat is een hobby van mij. Ja. Blauw sloten. We hoorden het net al. Het is eigenlijk ook iets waar je misschien niet al te trots op moet zijn dat ze er waren. Want het waren op een gegeven moment best smerige dingen. Jazeker. Veel van die waterlopen die werden natuurlijk al door de boeren gebruikt als afvoersloot. Later toen de bevolking toenam, werden ze als riolen gebruikt. En de fabrieken, zeg maar vanaf de midden van de 19e eeuw, die gingen hun afvalwater op die waterlopen lozen. En dat water dat stroomde niet al te hard. Want er zijn weinig niveauverschillen, dus sommige die stonden vaak droog, alleen als het hard regende stond er water in. Dus dat betekent dat afval van die fabrieken, dat bleef daarin staan en dat ging gisten en dat ging stinken. En die naam Blauwsloot, dat komt natuurlijk omdat fabrieken vooral, althans in de 19e eeuw, werd vooral blauw als kleurstof gebruikt voor die wollen stoffen. Dat was toen de mode, waarom blauw? Dat was voor de lakens, hè, want laken dat is een bepaald soort wollen stof en die werd veel in Tilburg gemaakt. En blauw, naast zwart, maar blauw dat was een van de belangrijkste kleuren. Indigo, hetzelfde waar onze spijkerbroeken mee geverfd, dat was toen ook... De belangrijkste kleurstof. En toen hadden ze er geen benul van dat ook wel eens heel slecht en smerig zou kunnen zijn? Dat besef was er wel, denk ik, maar daar trok niemand zich wat van aan. Dus ze lieten het maar gewoon gebeuren? Ze lieten het gebeuren, ja. Totdat ze in het begin van de 20e eeuw op het idee kwamen om vloeivelden aan te leggen, waar nu de Reeshof is onder andere, en bij de Loonse Weg. En in de jaren 30 is toen de modernste waterzuiveringsinstallatie van Europa zelfs in Tilburg terechtgekomen. Ja. Je hebt een kaart gevonden ergens op een stoffige zolder van het archief. Van het gemeentearchief, ja. Daar lag een kaart met allemaal die blauwsloten erop. Ja, en een kaart van wanneer? Uit 1907. Ja. Ja. En wij wisten natuurlijk wel waar die blauwsloten liepen, maar dit is een hele mooie... kaart in een groot formaat waar al die blauwsloten netjes ingekleurd zijn. Je kon ze niet alleen zien, je kon ze ook ruiken, hè? Je kon ze ook ruiken, Olof, ja. Ja. Waar rook dat naar? Zomers, naar moos zou ik willen zeggen. Ja, iedere Tilburger weet waarschijnlijk nog wel wat moos is en hoe het ruikt. Ja, ik heb daar ook nog een beeld bij, ja. Ja. We hadden thuis zo'n moossloot achter het huis, daar moest je niet in vallen. Nee, nou ja, goed, dat kon verder geen kwaad hoor, je zonk, maar... Noem dat maar geen kwaad. Even afspoelen en dan en de kleren wassen, was het probleem weer opgelost. Zeg, nou zijn ze er niet meer, maar zit er nog rotzooi van die sloten in onze bodem? Of vast wel, ja. Nou ja, ze zijn... Sprak hij opgewekt. Ze zijn voor een deel gedempt. En dat merk je nog als het flink regent, want die grondwaterstroming die is er nog steeds. En dan zie je op sommige plaatsen overstromingen. Maar ze zijn ook veel gebruikt om daar rioolbuizen in te leggen. Dus het rioolsysteem in Tilburg, dat is voor een deel gebaseerd op... Op die blauwsloten? Die oude blauwsloten. Ja. Dat lag er toch al? Die lagen er toch al, ja. Ja. Er was zelfs een liedje over, hè? Over die blauwe sloten. Ja, weet u hoe het ging? Ja, we hebben een blauwe sloot en als je erin valt, dan valt de dood, zoiets was het. Maar ik ken de tekst niet precies, maar... Ja. Ja. Zoiets. Ja. Kijk, zo. Nou, dat was hem. Dus ja, nou. Dank u wel dat u wilde komen vertellen over de blauwe sloten. Rob van Putten.